Ze heeft door de jaren heen ontzettend veel kindertelevisie gemaakt. En ik noem er even een paar op, hè. Deftige Dame in de Straten maken op Zeeshow. Titia Konijn en J.J. Bom. Oebele heeft ze ook in meegespeeld. En ja, de meeste mensen kennen u toch wel van Tante Lien. Wieteke van Dort, fijn dat je er bent. Leuk, het is een eer. Nou, vind je? Goed zo, dat vind ik leuk om te horen. Straks ga je ook zingen. Maar ja. Eerst even bijpraten met elkaar. Uw hele carrière doornemen. Want hoe is dat zo begonnen met het maken van kindertelevisie? Omdat ik, Paul zat in hetzelfde theatergezelschap als ik. Ik werd van toneelschool afgestuurd. Helemaal niet aardig. Nou. Stond niks op mijn rapport van spel. Alleen aanleg voor acrobatiek. Ja. En toen zei Erik Vos, die van de toneelgroep Arena, die zei, kom maar bij mij spelen. En toen ging we meteen in een hartstikke leuk stuk, Knecht van Twee Meesters. Ja. Nou, een fantastische ervaring. En ik was dus heel dun en plat en ik moest heel vaak jongetjes spelen. Oh, oké. Okay. Willem Wachter, de acteur Willem Wachter, noemde mij altijd de huistravestiet. En op een gegeven moment kreeg ik wel leuke hoofdrollen ook. En de leukste was natuurlijk Julia in Romeo en Julia. En toen zei ik, dat kan ik niet. En toen zei die regisseur, ach, het is maar een meisje van 14. Toen dacht ik, ah, dat kan ik wel. Dat moet lukken. Ja. En nou, zo is het gaan lopen. En toen ben ik ook even bij Wim Kan geweest, een jaar en 3 maanden. En toen ontmoette ik mijn man, Theo Moody. En die had 2 kinderen. Dus toen trouwde ik een man met kinderen. Ben ik meteen opgehouden met toneelspelen. Want je kan niet 's middags 4 uur naar Nijmegen vertrekken en dan nog een gezin hebben. En toen dacht ik, doe ik alleen radio en televisie. We willen nog even zien hoe je in actie was. Waar waren je papegaai? Laten we even kijken. Dat zien. Mijn moeder heeft een dikke buik, dat komt niet van het eten. Wat vreemd, wat gek, wat raar, komt dat soms van de ooievaar? Nee, nee, dat is niet waar, dat komt niet van de ooievaar. Nee, nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Wat ben je leuk zo. En je kan het ook nog meezingen, hè? Ja, ik ben nu samen met ik ben kleuterleidster. 2 andere kleuterleidsters een boek aan het schrijven wat ze in het kleuteronderwijs kunnen proberen op basis van dit materiaal. Dat is wel heel mooi. Want die liedjes van Bernie Bos en Joop Stokkermans, die waren echt fantastisch. Nou is het zo dat je in Indonesië geboren bent, toch? En dat zien we natuurlijk in heel veel dingen terug. Waaronder Tante Lien. Heel veel mensen kennen Tante Lien natuurlijk. Hoe is dat ontstaan? Nou, weet je, toen we Oebele deden, gingen Willem Nijholt en ik al samen als we ons verveelden. Hallo, luidjes, wil je eventjes luisteren? Ja, nou, dan gingen we in ons oude accent en dialect praten. Maar bij de Stratenmaker op Zeeshow moest ik een vrouwtje spelen, wat heel erg koud had. En toen vroeg ik aan Frans Boele, de regisseur, mag dat met een Indisch accent? Nou, dat was leuk. Toen het werd uitgezonden, werd ik meteen opgebeld. Zeg, mevrouw, kan u misschien optreden op onze leuke ledenavond? Ik zei, wie is dat? Nou, dat is de Indische vereniging, DES. Ik zei, wat betekent dat? Door Eendracht Sterk, mevrouw. En ze bestaan nog. Dat is wel heel leuk. Ja, fantastisch. Dus, toen brak een grote groep aan eigenlijk, direct. Dat typetje. Wist ik helemaal niet. En toen ze zo gingen lachen in de zaal... Nou, mijn pianist en ik, is een vriend van een huisvriend... We waren echt verbaasd. En toen had ik nog een keer opgetreden op zo'n reunie. En toen zei ik tegen Frans Boele... Frans, dit is leuk, want de mensen lachen zich een kriek. Ze vielen soms van de stoel van het lachen. Echt waar, hoor. Mooi, toch? En toen is hij gaan kijken met een man van de VARA... een Engelsman, Leslie Roberts, een adviseur... En toen mocht het. Hmm. En ik had er al 4 jaar mee geleurd bij de NCFV, overal. Ik heb een leuk Indisch programma. Maar eindelijk, toen mocht het bij de VARA. Maar na de 10e aflevering was het alweer stop, hoor. En toen mocht u later toch op een andere manier weer verder, hè? Heb ik begrepen. Nee, toen heb ik 4 mogen maken bij de AVRO. Oké, we hebben materiaal. Laten we even kijken naar Tante Lien. Op Ambon woont een meisje waar iedereen van zingt. Omdat ze heel erg mooi is en ook om wat ze drinkt. Reeds toen ze nog geen 3 was en mama vroeg aan haar: wat wil jij nou eens drinken? Had zij haar antwoord klaar.
wil klapper, klappermelk met suiker, want niet anders lust ik niet. Ik wil klapper, klappermelk met suiker, want iets anders lust ik niet. Tante Lien, dat heeft alles te maken met jouw roots, Indonesië. Hoe werd Sinterklaas, of werd Sinterklaas, daar gevierd? Precies hetzelfde. Ja? Ja, want we waren gewoon Nederlanders, maar dan in de kolonie, zeg maar. In Indonesië, en dat was dan een verklede man. En één keer, mijn moeder was directrice van het YMCA-gebouw. Daar waren ook de Nederlandse militairen gestationeerd. En één keer dacht ik, wat heeft die Sinterklaas? Het lijkt wel soldatenschoenen. En toen dacht ik, ach, hij moet op het dak en zo, weet je wel. Dus ja. Als kind zie je geen... zie je geen gekke dingen bij Sinterklaas. Nee. En heb je nog meer herinneringen daaraan? Aan samen zijn en cadeautjes wellicht? Of... Ja, we waren zo opgewonden, mijn broertje en ik, mijn broertje Theo en ik, dat we werden in een bedjak, dat is zo'n fietstaxi, gestuurd. Mami zei, ajo, tegen de huisbediende, neem ze mee. Ga maar een uur rijden. Want we waren helemaal, hoe laat mijn mami, hoe laat komt Sinterklaas aan? En komt Zwarte Piet mee? En zo, weet je wel. Ja. Hij kwam thuis bij ons. Dus ze werden een uur rondgereden in die bedjak, de hele stad rond, tot ze zo helemaal tot ze in slaap vielen. En als ze terugkwamen, dan was het zover. Oh, lekkere dingen. En er werd een borstplaat gemaakt, zo heerlijk, in die keuken van dat kon mijn oma en een tante, tante Fan. Bruin, groen, roze. En dan kregen we zo'n koffer vol borstplaat. Goeie herinneringen dus. Lekker. U heeft ook meegewerkt aan een stuk met Sinterklaas, toch? Ik heb 3 keer Sinterklaas mogen binnenhalen, ja. Dat is wel heel... Ook daar hebben we een fragment van. Met een musical erbij. Ja. Dag Sinterklaas. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en hier is een bosje bloemen. Dank u. Leuk dat u gekomen bent. Ik vind de bloemen ook prachtig, maar ik kan ze niet aannemen. Dan ziet u, ik vier mijn verjaardag niet. Wat? Maar Sint... Ja, daar schrikt u van, hè? Ik ben zelf ook geschrokken, van die brieven daar. Dus u viert uw verjaardag helemaal niet? Nee, tenminste niet voor de kinderen. Misschien vanavond met een paar vrienden, een paar bisschoppen onder elkaar. Dat kan ook erg gezellig zijn, hoor. Een chocola sigaartje. Glasje bisschopwijn, maar dat is het dan ook. Meer niet. Sint, alsjeblieft, bedenk u toch. Ja, Sinterklaas, ik zou het u willen smeken. Doe het nou toch niet met die bisschoppen. Vier uw verjaardag nou net zoals alle andere jaren. Ja, leuk. Paul zit ook met open mond te kijken. Sinterklaas in beeld. En Wieteke, je gaat voor ons zingen, hè? Dus ik zou je eigenlijk willen vragen om alvast naar de microfoon te gaan en je klaar te maken. Ja, het is een lied... Eigenlijk is het niet een lied van Tante Lien, maar van een jonger iemand wiens ouders uit in die Indonesië komen. En dat kind wil dan ook heel graag naar Indonesië. Ben benieuwd. Ga maar vast die kant op. Ja. Dan wil ik graag nog vertellen dat ter gelegenheid van 40 jaar Tante Lien we een cd hebben. En die kan je winnen. Ga naar de site, kijk bij ons.nl. Ik zou dat land willen bezoeken, ik ken het uit de fotoboeken, want mijn ouders komen daar vandaan. Ze vertelden de verhalen over die schoonheid allemaal, daarom wil ik naar Indonesië gaan. Ik ben er nooit geweest, maar alles wat je het duurt al mijn leven lang, maar ik ben niet bang dat het tegenvalt, dat teruggaan in de tijd. Uit het land van hun dromen zijn ze uiteindelijk teruggekomen, maar mij hebben ze alles bijgebracht. Oneindig land zonder grenzen, zoveel talen, zoveel mensen, prachtige natuur en stille kracht. Ik ben er nooit geweest, maar alles wat je leest, ademt die sfeer van geheimzinnigheid.
altijd teruggaan. Niet bang voor het teruggaan, dat het tegenvalt, dat teruggaan in de tijd. Blijf je van ons? Klik dan op abonneer hier.